Hallo dames en heren en welkom bij een gloednieuwe vlog. Leuk dat jullie kijken. Ik ben helemaal van me apropos, maar dat komt ook misschien omdat ik... dit is voor het vallen, weet je? Dit is wel handig. Ja, en je kan dan de hele dag kijken of je iets tussen je tanden hebt. Ja, dat is wel handig. Doe jij hem eens om als je wil? Ja, niks tussen mijn tanden. Ga staan als je wil. Ik heb een zijsteek hier zo. Zijsteek? Ja. Nou, dan moet je hem even op je zij doen, denk ik. Ja. Oh. Ja, oh, fijn schatje. Fijn. Oh nee, ik heb echt zijsteek. Ja? Schatje, wat kan ik voor je doen? Schatje, niet zo gek doen in één keer. Als je echt pijn hebt en je gaat grapjes maken, dan heb je geen echt pijn. Oh! Wacht, daar helpt hij ook tegen. Daar helpt hij ook voor. Oh, snel. Oh, fijn. Oh, net voordat ik viel. Hey, mijn tanden zijn ook schoon. Net voordat ik viel. Oh, had ik die kussen erop. Oh, dat is fijn zeg. Dat is fijn. Oh, ik werd vanochtend wakker. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien van een vlog van gisteren of eerder vandaag. Maar gisteravond ging ik naar bed. Toen had ik zoveel last van mijn keel. En ik ben gewoon meerdere keren in de nacht wakker geworden met keelpijn. En ik moest ook gewoon boeren laten. Dat kwam omdat... Van mijn keel moest ik slikken. Alleen ik slikte dan gewoon lucht in. En ik kan niet uit mezelf boeren laten. Dat kan Milan wel. Die doet een paar keer zo. En dan laat hij in één keer een zieke boer. Dat? Oké, heel charmant. Dat dus. Ik ben gewoon verliefd op haar. Maar ik kan dat dus niet. Alleen vannacht kon ik dat dus blijkbaar wel. Maar dan ging ik in mijn slaap ging ik slikken. En dan werd ik wakker en toen liet ik twee harde boeren, joh. En terwijl ik wakker werd, echt bizar. Heb je dat gehoord of niet? Nee. Nee, dat was echt apart. En toen daarna wel had ik meteen zo'n opluchting. Zo, oh, fijn. Maar vanochtend werd ik wakker en had ik echt last van mijn keel. Meteen zo'n keelpastielje genomen. En ook even thee met honing erin. En nu gaat het op zich wel ietsjes beter. Maar het is niet chill, man. Als je pijn hebt, bij elke keer slikken. Ik heb ook helemaal niks gegeten, behalve een eitje. Deze kleine man, die doet het heel goed. Want hij is dus lekker... Oh, zie je mij, jongen? Hij begint echt steeds meer te zien. Dat is bizar. Het is echt mooi om mee te maken. Kijk nou, hij zit helemaal te lachen. Hij zit helemaal te lachen. En dit is dus expres dat we dit hebben gedaan, alle speeltjes hier. Want hij kijkt dus ook het meeste... Ja, hij kijkt nu naar mij, maar hij kijkt dus het meeste naar links. En dat is goed, want dat moet. Voor de ronding van zijn hoofd. Ik heb hier dus mijn theetje en een eitje. En dit eitje ga ik me even... dit eitje ga ik me even lekker opsmikkelen. Maar... Kunnen we natuurlijk wel even mooi doen. Schatje, dit is toch het mooiste trucje wat ik kan, of niet? Nee. Nee? Je wil mij ook weer laten filmen. Hoe vaak heb ik dit trucje al niet gefilmd? Zet de camera maar ergens neer. Vind hem maar even statief. Schatje, er zijn een paar... Daarom heb je hem daar 2 uur lang laten liggen om af te koelen zeker. Zodat je dat trucje kon doen. Schatje, je hebt een paar dingen heb je een hekel aan mij bij mij. Ja. En dat is dus als ik dit eitrucje doe. Klopt. Dat vind je niet chill? Nee, bar. Oh ja, die karaoke soundbar, dat vind je ook niet leuk. Want dan ga ik te hard zingen en beatboxen en schreeuwen. Ja. Of rappen. Wat vind je nog meer niet chill aan mij? Een derde? Of is dat het? Dat was het, denk ik. Ja? Ja. Oké, beter. Nou, dan valt het nog wel mee, toch? Precies. Ja, in onze relatie. EK-shirtjes draagt terwijl het EK voorbij is. Ja, wat is het dan voor onzin? Nee, grapje man. Dat was een grapje. Marion die zat mij net te filmen voor Snapchat en zei, je weet dat EK voorbij is. Ik zei, wow, wat een disrespect. Ik kan het toch wel vaker aandoen. Ik bedoel, check hoe mooi gepersonaliseerd shirtje. Kijk dan, achterop. Boom. En zo staat er, als het goed is. Ja, dat staat er. Dus, nou, dames en heren, voilà, een eitje. Gewoon één keertje. Prima. Het is echt prachtig weer, dus we gaan sowieso straks eventjes heerlijk met de buurman en buurvrouw Myron en Riffen een rondje lopen bij de vliegbasis hierachter. Nog steeds zo blij hè, met deze omgeving waar we wonen. De tuin die we hebben is echt prachtig. Elke keer weer genieten, is echt niet normaal. Dus dat neem ik niet zomaar voor lief, dat besef ik me al te goed. Het is echt heerlijk. En nu het dakterras hier zo af is, hebben we de lounge set binnengekregen. Perfecte timing. Dus we hebben hier een tafeltje met een kussentje. Ziet er clean uit. Heel erg clean. Dus dat is voor boven. En we hebben hier dus 2 stoelen. Dus dat is de tuinset voor op het dakterras. Dus deze 2 bad boys, die ga ik maar eens even openmaken. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ik denk sowieso dat het namelijk veel handiger is om deze hier open te maken en dan pas naar boven te tillen. Want zo ziet het er best wel lomp en groot uit. Daar hebben we hem dan. Maar nu kunnen we dus heel erg makkelijk
alle troep van de stoel wat er omheen zit weer hierin doen, inclusief het karton. En dan gaan we sowieso van deze twee gaan we één kartonnen doos maken. En dan kunnen we het weer wat sneller en makkelijker weggooien. Kijk eens eventjes hoe mooi dit eruit ziet. En we hebben dus alles in deze doos gedaan. Dan hoef ik alleen deze in de auto te doen en dan is het opgeruimd, staat netjes. Zo, nog een beetje piepschuim. Hoppa! Nu alleen deze twee stoelen en dit tafeltje nog naar boven halen. En dan hebben we een mooi tuinset boven. Nou, dit is mijn tegenstander. En dit is echt een waardige tegenstander hoor, dit, dames en heren. Kijk dan even die moves. Serieus, is echt bizar. Laten we eens even die smash zien. Ja? Zo. Die was oprecht goed. Ik weet, oh hier. Nou, Marvin is oprecht goed in tafeltennis, mensen. Dat is wel echt superleuk. Van eigenlijk alle vrienden die ik heb, is Marvin oprecht gewoon de beste. Hey, maar dan moet uiteindelijk ook weer met padel zijn. Dus ik ook gewoon weer leuk met jou kan padellen. Ja, want nu heb je het te lang niet gedaan. Nou. Schatje, wat gebeurt hier nou? Ja. Oh, ja, wat doe je nou? Ik sla terug. Dat telt niet. Schatje, nou, ik weet niet wat er aan de hand is, maar dit heeft ze nog nooit eerder zo laten zien hoor. Schatje, wat doe je nou? Nu zit je echt te ouwehoeren. Ze speelt met zichzelf. Oké, goed, goed. Hij komt door dat effect. Ja, ik doe soms van die effectballetjes en dan wordt Marvin altijd boos van. Oh, ze slaat één goede bal. Eén goede bal. En ze is meteen helemaal het mannetje. Nee, touwtje. Hoi. Hoi. Wat is dat voor pose die je doet? Dat is leuk, is leuk. Zo, we hebben heerlijk een rondje gelopen helemaal om de vliegbasis heen. Dat is ongeveer 3 kwartier 50 minuten. En deze kleine man die is de hele tijd wakker geweest. Tot nu. En kijk even hoe die ligt te slapen. Dit is toch te schattig. En wij gaan eventjes heerlijk hier buiten zitten. Op de nieuwe set die we dus nog naar boven gaan tillen. Maar voor nu even lekker genieten. Hier buiten. Zo, ik merk wel dat ik echt even ziek ben geweest en dat ik nog steeds niet helemaal fit ben. Want van dit rondje, wat dus gewoon eigenlijk een normaal rondje is, ik ben helemaal gesloopt. Ik ben kapot. Ik ben een beetje duizelig, draaierig, moe. Terwijl we gewoon een rondje hebben gelopen. Ja. 3,9 kilometer is het toch? Ja, klopt. Dus ja, dus laten we zeggen 4. Ook een beetje dit. Zo'n vermoeiend hoesje of zo. Dat als je conditie niet zo goed is, dat je dan zo gaat hoesten. 4 kilometer slaat helemaal nergens op. Dus ja, moet toch nog maar een beetje rustig aan doen. Zo, kijk eens even. Ziet er goed uit hoor, bro. Zo zie ik jou niet vaak, hè? Dat was afgesproken niet te filmen. Laat eens zien wat je onder dat ding hebt. Wow. Dat bijt. Wow, ik zag het. Lekker, man. Ja, joh, gewoon een beetje, hè, gewoon een beetje schoon, beetje van het beetje standaard barbecue'tje gewoon. Ja, maar dat doe je lekker, man. Zo'n beetje de specerijen hier rondvliegen, heerlijk, man. Kunnen we toch genieten? Ja, heerlijk. En wat is dat plaatje eronder? Wat doet dat? Wat er welke? Dit is een gezichtje trouwens, zag je dat? Ja. Wat er? Dit plaatje? Dat heb ik nog nooit gezien. Nou ja, kijk, als je het niet op een plaatje doet, dan doe je het rechtstreeks op de grill. En dat is een beetje vies, zie je dat? Beetje zwart. Ah, zo. Dus dan heb je al die vieze resten op je. Dat wil je niet. Dat snap ik. Dus houd het even netjes. Wat is dit allemaal dan, bro? Dit is voor als ik... Dit is wel een hele serieuze handschoen, bro. Ja, dit is een officieel. Holy shit. Nee, dit is als... ik heb olie natuurlijk erop. Zoals als je gewoon die worstjes even met de hand wil aanraken. Ja, daar zijn ze voor. Als je iets vraagt en je wil een antwoord... Oh ja, moet ik stil zijn. Ja, sorry. Sorry voor alle leraren en leraressen die ik heb gehad. Mijn fout. Zeg maar. Kijk, die was net heel heet. Deze. Hij is nu alweer afgekoeld. Ja. Maar die moest er dan af voor een nieuwe. Dus dan moet ik hem met deze eraf halen, want ik kan het niet zo... Ja, dat doe je goed, bro. Dus pak ik deze. Doe je goed. Nou, kleine ligt er lekker bij. Zit lekker met de zebraatje te spelen. Ja, helemaal te lachen. Oh, lekker knuffeltje in zijn mond. Oh. Kijk. Let op. Oh, zo. Prachtig. Goeie hoor. Lekker, bro. Nou, hier zitten we dan lekker. Gezellig hoor, eet smakelijk. Eet smakelijk. Echt heerlijk. Hoppakee. Deze erbij. Zo'n lekker worstje erbij. Hamburgertje erbij. Oh, genieten.
Ja, schatje, kom maar op. Ja? 30 seconds. Mihoen, ben je er klaar voor? Ja, spelfout. Oké, dit is zo'n hele grote auto. Een Ford. Nee, dat Dodge Ram. Ook zo'n limousine, zo'n hele grote. Mercedes. Dit is een Engelse voetbalclub. Liverpool? Nee. Arsenal? Nee. Tottenham? Nee. Derde letter van het alfabet. Mag niet. Chelsea. Ja. Dit is wat de Suzanne Schulting doet, die sport. Short track. Dit is een water wat door onze hoofdstad loopt. Een Hummer. Ja, lekker. Water dat door onze hoofdstad loopt? Ja. De grachten, de rivieren, de Eemlanden. Amsterdam-Rijkenkanaal. Schat, dat weet ik toch niet. Hey, mag niet, oké. Okay. Maar zit je er lekker bij, jongen? Poepie, 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 poepie. Eén handje omhoog. Hey, jongens. Hey, poepie, poepie, poepie. Poepie, poepie, poepie. Hey, jongen. Hey, jongen. Hallo. Waar je die broodjes haalt, die lange broodjes die je kunt samenstellen. Waar jij... Subway. Ja. Wow. Als je een peuk weggooit, wat komt er dan? Afval. Nee, als je over de snelweg heen rijdt en gooit een peuk weg, dan komt er iets. Moet de brandweer komen. Moet asfalt. Hoe heet het wat je in je mond doet, daar ga je lekker van ruiken. Kauwgom. Je hebt ook van een koningin. Oh, pepermunt. Ja. Ik had hem niet goed uitgelegd, want het kunnen een bos branden. Ben je er klaar voor? Ja. Elisabeth en Milan die hebben 30, wij hebben 19. Goed. Gaat slecht. Ja. Maar nu komt ie. De telefoon die Elisabeth heeft. Samsung Galaxy. Ja. Je hebt juni, juli, augustus, september. Oktober. Ja. Je hebt dat ene waarvan ik dacht dat het een... Niet een kat, maar een... Hond was. Ja, en dan? Hond. Oh, Pocahontas. Nee, een bepaalde hond. Ja. Dat noem je een, als je een bepaalde hond hebt. Je hebt ras, ronde, ja. Hondenras. En hoe doen we het aan elkaar? Hondenras. Nee. Rashonden. Nee. Honduras. Nou, dat had ik nog nooit. Je hebt het op een land of iets. Wat? Ja, ik weet ook niet wat het is. Dat is een eiland. Honduras, weet ik niet. Een eiland, bro. Een land in Midden-Amerika. Oh. Het is geen eiland. Nou. Soms Galaxy en Oktober. Leuk man. Jullie hebben gewonnen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Nou, hier. Geen wat leuk. Honduras is wel een eiland. Ik heb net als gisteren een voetbalshirtje aangetrokken. Want ik heb immers deze voetbalshirtjes echt voor de hoofdprijs gekocht met EK. Dus nu moet ik ze dragen ook. En dit is dus mijn stem. Want ik heb nog steeds last van mijn keel. Ik heb wel lekker geslapen, maar ik heb dus last van mijn keel. Maar dat maakt niet uit. We gaan er een nieuwe mooie dag van maken. Het is echt prachtig weer. Het is vakantie. De zon schijnt. Het is genieten. Het is echt genieten. Dit is dus het shirtje van Albanië. Ik vind dit een van de mooiste shirtjes. Sowieso het mooiste shirtje die zij hebben. Want hij heeft de kleuren ook van Knolpower. Zwart met rood. Super goede mix. En zo. Ik hoop dat dit dus echt beter wordt. Want het doet ook een beetje pijn. Maar deze kleine man die heeft ook weer heerlijk geslapen. Hey, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Mama is er ook weer bij natuurlijk. En ik heb alweer even wat klaargezet. Ja, ik denk dat het tijd is om onze keeltjes even schoon te maken. Dat zijn de laatste alweer. En daarna gaan we over op die fles. Ja, dan hebben we deze fles hier zo. Die heeft 55% gember. Ik ben echt heel erg benieuwd. En deze vinden we dus echt al heel erg scherp aan de keel. En dit is 25% gember. Hier zit dan gewoon heel veel van het zure citroen in of zo. 10% citroen. Nou, dat valt wel mee. 65% appel. Dat is wel echt gezond dus. Zeker weten. Zo schattig hoe die dan bij je zit zo. Ja, dit vindt hij ook echt lekker. Dit hadden we dus van die kindervisio geleerd. Dat hij dan een beetje zo in elkaar gezakt zit. Ik vind die juist lekker. Ja, echt schattig. Want deze man, als we hem dan nu neerleggen... Moet hij wel de buggy voor jou installeren? Wil je alleen nog maar zitten? Ja, op een gegeven moment komt er een leeftijd, dan komt er een switch. Dan willen ze gewoon niet meer liggen. Dan vinden ze gewoon niet meer fijn. Dat hoorden we ook van Davy en Janine. Met een dochtertje Elodie, die zei van ja, ze wil gewoon niet meer liggen. Ze wil gewoon alleen maar zitten. Alleen maar zitten. Dus, maar dit is wel heel jong dat ze die switch gaan maken, denk ik. Ja, hij kan nog helemaal niet zitten. Nee, hij kan nog helemaal niet zitten, nee. Ik weet niet wat het dan is, zodat hij dan even niet zo wil liggen. Terwijl hij net in bed de hele tijd gewoon ligt. Ja, hij wil gewoon even lekker knuffelen. Ja, en lekker kwijlen bij mama. En lekker kwijlen. Zo, daar zitten we dan heerlijk samen met die kleine man in de kinderwagen.
En we hebben wat meegenomen voor onze pauze. We zijn precies halverwege. En we hebben dus weer deze kleine jongens meegenomen. We hebben alleen geen water om weg te spoelen nu. Nee, dus het wordt nu al wat pittiger, denk ik. Het gaat wel branden zijn, ja. Dat denk ik ook wel, ja. Dus, even lekker gembershotje. De enige mensen die we hier zien zijn met kinderen. Ja. We zien een vader met een bakfiets met een kind erin. En we zien daar een moeder met een kinderwagen. Voor de rest zien we helemaal niemand. Nee. Het is maandagochtend en het is 9 uur. Het is echt super rustig. Terwijl het wel vakantie is. Ja, klopt. Maar de meeste mensen slapen uit in de vakantie. Zijn we hem open draaien? Ja, ik dacht dat ik gewoon proosten. Oké. Okay. Proost, schatje. Cheers. Daar gaat hij. Proost. Ah, jongen toch. Oh, deze is zo heftig. Oh, dat echt, hè. Ah, hey, kleine man. Oh, even gapie. En dan even speentje in. Ja? Oh, dat vind je wel lekker, hè. Speentje in. Nou, heerlijk hoor, waar we nu zitten. Oh, echt hoor. Gittig. Genieten. Wat een plekkie. Huh? Je kan daar ook helemaal langs? Ja, ik wou het dus net aan jou zeggen. Van, zullen we daarheen lopen straks? Wist helemaal niet dat je daarheen kon? Nee, ik ook niet. Ik dacht al, waarom gaat die vrouw daarheen lopen? En in één keer loopt ze daar. Ja, je ziet daar wel dat die paaltjes. Dus waarschijnlijk dan kan je gewoon dan toch een beetje naar de vliegbasis lopen. Ja. Nou, dit is in ieder geval een goede, lekkere, sportief begin van de dag. Ik wilde niet te lang hier in de studio zitten. Maar af en toe moet ik toch eventjes hier naar binnen om het een en ander te regelen. Maar voor nu ben ik er heel eventjes klaar mee. De ochtend zit er bijna op. Het laatste wat er nog moet gebeuren is de kinderfysio. Die kan hier elk moment zijn. Het is nu 11:45. En die gaat dan eventjes kijken bij Riffen hoe het ervoor staat met zijn ligging, met zijn voorkeurshouding. Oh, nu zit hij nog lekker even te drinken, zie ik. Is hij in slaap gevallen? Oh. Dus elk moment kan de deurbel gaan en dan ga ik ervan uit dat ik alles mag filmen. Tenminste, laten we het even hopen. Want ik denk dat het wel heel erg mooi is om dat eventjes te delen. Ook voor de mensen die misschien zelf zoiets hebben van deze kant is wat platter of die kant is wat platter. Krijg je ook wel te horen bij het consultatiebureau. Maar je hoeft er niet meteen van te schrikken. Zo van, oh my god, mijn baby heeft een ligging. Dit komt niet meer goed. Dat is allemaal nog te fixen. En ja, het komt dus echt heel erg vaak voor. Dus ik vind het alleen maar leuk om eventjes te delen. En wat trouwens echt heel erg schattig is. Wij hebben twee stoelen en een tafeltje. Die staan hier. Die heb ik gisteren in elkaar gezet. Die tuinset die hebben we gekocht. En daar hebben we iets bij gekregen. Voor Riffen. Kijk hoe schattig dit is. Hey, dat is de deurbel. Kijk hoe lief. Ik moet hem nog even uitpakken helemaal. Maar het is in ieder geval een klein tuinstoeltje voor Riffen. Echt super schattig. Dus die kunnen we dan later ook gebruiken. Ja, nu kan Riffen nog niet zitten. Dus het gaat nog wel eventjes duren. Maar wel heel erg leuk om alvast te hebben. Kleine man, ben je er klaar voor? Je hoofd even op. Ja, we hebben hier dus Sanne over de vloer. En die gaat even de hoofd opmeten van Riffen. Kijk hoe schattig dit eruit ziet. Wat was dat? Wat was dat? Bij het consultatiebureau vind je dat nooit leuk. Dat is degene wat hij dan echt zo zit te kijken van wat gebeurt. Ja, dan denk je, wat is dit voor meetlint? Fijn om wat op zijn hoofd te hebben. Nou, dan ligt hij op die weegschaal en dan moet zij natuurlijk iets om zijn hoofd heen binden. Dus dat vindt hij dan niet leuk. Ja. Maar dat wegen en die lengte vindt hij dan niet leuk. Hij vindt het niet erg om wat op zijn hoofd te hebben. Want papa die zorgt er wel voor dat hij een pet op zijn hoofd krijgt. Dus ik heb al vanochtend de pet op zijn hoofd gedaan en moest hij lachen. Dus... Hé, kleine man? En we hebben dat zomerhoedje voor op als we op vakantie gaan. Dat moet je ook echt op hebben. Klopt. Oh ja, en wat je daar ziet bij Myron, dat is allemaal kwel van Riffen. Klopt. Zit lekker te kwijlen. En dat doet hij steeds meer, dat kwijlen. Ik moest dit shirtje toch vervangen, dus maak nu niet meer uit. Brr. Kleine man, krijg je even een bandje om je hoofd. Dat is de band nu. Ja, slap. Ja. En die wordt dan helemaal hard als je hem eromheen doet. En die is nu... Hallo jongen. Hallo. Krijg je een mooi bandje om je hoofd heen? Krijg je een mooi bandje om je hoofd heen? Dat is mooi. Dat is mooi. Je vermeert even aan elkaar, hè? Hé, dat is mooi. Dat ziet er goed uit. Wauw. Dit ziet er mooi uit. Heb je een mooi bandje om je hoofd? Kleine man. Heb je een mooi bandje om je hoofd? Ja, hè? Wat kijk je moeilijk. Wat kijk je moeilijk. Toch maar even lachen, of niet? Toch maar even lachen? Oh, komt er een lachje vanaf? Je moet even hard worden, hè? Ja. Je moet even hard worden. Ja, nu kan je bewegen wat je wil. Nu maakt het niet meer uit. Precies.
Straks moet je even stilzitten met je hoofd. Hallo. Nou, mooi. Dus mocht je een foto willen maken met dat ding op je hoofd? Ja. Wow, nu zet je precies een stipje waar zijn oor zit. Ja. Ah, en wat heb je aan deze meting dan? Die geeft dus aan hoe de afplatting is. En dan kan je dus precies zien van zit hij nu meer aan de achterkant, aan de zijkant, welke kant vooral. Maar dus ook ja, hoe erg die dus op dit moment okay. is. En over een tijdje doen we dat dan weer. En dan kan je dus echt het verschil daarin goed zien. Zo. Nou, relaxed hoor, kleine man. Hij doet het heel goed. En de laatste. Aan de voorkant. Zie je dit papa te volgen? Easy. Easy. Je hebt een makkelijke baby voor zo'n meting, gelukkig nu. Hoppa. Zo. Lekker feestje, jongen. Zo, dat is zijn kroon. Ja. Nu is het al helemaal hard. Of een soort van. Hij heeft nu wel de vorm dus echt van zijn hoofd. Ja. Nou, dan hart hij nog een heel klein beetje meer uit. Maar we hebben nu gewoon de vaste vorm vast zijn hoofd. Nou, perfect. Lekker, jongen. Goed gedaan, hoor. Zo, dames en heren. Dat zit erop. Dat is gefixt. Kleine man die zit heerlijk te spelen, te kijken naar zijn knuffeltjes. Zoals ik al zei, je slaat er steeds vaker tegenaan. Dat vindt hij helemaal geweldig. Weet ik, zijn hele vuist in zijn mond. Zit je lekker te lachen? Wij gaan de spullen pakken. En ik heb alvast de zonnebril opgedaan, want die vergeet ik gewoon echt veel te vaak met het mooie weer. En dat is natuurlijk zonde, want die wil je uiteindelijk gebruiken in de praktijk. Marion die gaat wat fotootjes maken bij een koffietentje. En ik ga eventjes mee, zodat ik op Riffen kan letten. En er komt nog iemand van Team Knolpower om mee te gaan, om te helpen. Dus we gaan de auto inpakken. Let's go! Nou, zoals jullie zien, de kinderwagen die wordt gebruikt als vervoersmiddel voor de spullen. Niet alleen voor Riffen. Hey, kleine man. Zit jij nou in één keer aan de andere kant van de auto? En heb jij hier in één keer allemaal mooi nieuw speelgoed? Aan de linkerkant, goed, waar je naar kan kijken. Dat is fijn, hè? Ja. Nou, mooie kleurtjes. Kijk, dit kan allemaal hier zo. En we hebben hem aan de andere kant gezet, omdat hij dan hopelijk wat meer naar links gaat kijken weer. Kijk, doen we deze naar beneden. Ja. Wat is er? Ja, nu gaat hij juist naar rechts kijken. Hey. Ja, nu gaat hij juist de verkeerde kant op kijken. Huh? Want hij zat dus wel aan de goede kant. Je draait hem natuurlijk zo. Ja. Daar heb ik geen rekening mee gehouden. Ik dacht, ik was even zo alsof hij zo zit. Ja, maar hij zit inderdaad andersom. Ja, dus hij zat wel aan die kant, aan de goede kant. Dit is trouwens de grootste nachtmerrie van mijn oma. Om omgekeerd te zitten, want dat was vroeger al met de trein. Oh, dan moest oma altijd naar de kant kijken waar ze op ging, want anders werd ze misselijk. Ja, maar als je daar ook heel lang over nadenkt, dan word je ook misselijk. Ja, dat is heel raar eigenlijk. Als je dan 100 nog wat kilometer per uur gaat. Maar je kijkt niet die richting op. Dat is best wel gek inderdaad. Oh, maar dit is wel stom. Maar ja, we kijken wel even. Ja, we kunnen het zo weer ombouwen. Ja. En dames en heren, we hebben hier het volgende. Een Knolpower pakketje met... Wat zit erin? Wat zal erin zitten? Voor de mensen die het nog nodig hebben. Je ziet het misschien wel vaker bij auto's. En ik dacht... Hij verslikt zich gewoon in zijn eigen speeksel. Gaat hij goed? En ik zie dat wel vaker bij auto's en toen dacht ik van, dat moet ik ook gewoon hebben voor Knolpower. En we hebben het al een tijdje, maar ik heb het eigenlijk nog nooit gebruikt bij mijn eigen auto. Nee, het was niet nodig. Nee, dus gaan we dat nu wel eventjes doen, want het is wel handig dat als de zon dan schijnt, om dan van die zonneschermen te hebben. Juist. Ook voor Riffen, dat hij niet helemaal verblind wordt. Gezond. En zijn been is weer uit. Hij schoot hem gewoon af. Als je ziet hoe dat eruit ziet, dat als Riffen de speen in zijn mond heeft en hij niest en je ziet die speen wegschieten. Ja, dat ziet er echt heel grappig uit. Nou, zo hè. Toppie hè. Ja, moeten we wel even deze dicht doen en dan aan de andere kant open doen en dan plakken. Oh ja, inderdaad. Ik denk dat ik twee ga doen. Twee aan één kant? Of eentje hierboven nog. Maar sowieso, deze ramen die hebben al een beetje zonnewering van zichzelf. Ja, klopt. Het is nu gewoon een leuk accessoire. Het is niet per se nodig omdat het zo fel naar binnen schijnt. Nee, klopt. Hallo kleine man, ben je lekker aan het chillen? Ben je lekker aan het chillen? Ja hè? Dit is heel erg chill, want hier heb je dus een toilet, een ruimte waar een man ook mag komen om te verschonen. Want ik heb gemerkt dat bij bijna alle plekken heb je alleen bij de vrouwentoilet spullen zoals dit. Dus dat je een bedje hebt waar je hem kan neerleggen en hem kan verschonen. En dat vind ik best wel jammer, want waarom niet in een mannentoilet? Blijkbaar is dat meer een vrouwending om een baby te verschonen. Terwijl ik het juist chill vind om dat zo vaak mogelijk te doen. Omdat als Myron borstvoeding geeft en ik bijvoorbeeld zo vaak mogelijk de luiers verschoon, dan ja, kan je allebei zoveel mogelijk aandacht geven
geven aan die kleine baby. Dus in deze plek hebben ze dat gelukkig wel. Dus ik ga even jouw luier verschonen. Ja, je hebt weer poepje gedaan. Hij is zo lief, hè. Je bent zo lief. We zijn dus net weg geweest met de auto. Ik zal jullie nog eventjes laten zien wat het eindresultaat is geworden van de zonneschermen. Want zoals jullie vanaf de buitenkant kunnen zien, heeft de achterkant, zoals hier, is het gewoon een spiegel eigenlijk. Dus dit is al donkerder gemaakt voor de zon. Kijk, hier kan je nog wel een beetje doorheen kijken, zoals je kan zien. Maar deze ramen dus niet echt. Maar alsnog heb ik hier even een zonnescherm gedaan. Kijk eens even, ja, ja. En aan de andere kant, hier heb ik dat ook gedaan. Dus je ziet hier nu dat ik twee zonneschermen op elkaar heb gedaan van Knolpower. En eentje op het plafond. Kijk eens even hoe perfect. Dus mocht jij nog zonneschermen nodig hebben voor je auto, dan zou ik zeggen check eventjes knolpower.nl, want daar verkopen wij ze. Marjan en ik hebben uitgepakt voor Mandy. Mandy is jarig geweest, dus we hebben voor jou wat dingetjes gehaald. Het is nog niet alles, want voor 3 uur vanmiddag komt er nog 1 ding. Maar we hebben hier alvast 2 dingetjes. Alsjeblieft. Wat lief. Er komt dus van iemand er niet mee. Hé, hey, kleine man. Is dit Joey? Hallo? Hallo, hallo? Is het Joey? Hallo, hallo? Wee, 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 wee. Nou, jij weet helemaal wat het is natuurlijk. Nou, hoe wisten we dat, hè? Hoe weet jij wat het is? Ja, dat is ongelooflijk. Natuurlijk door Marjan. Ja, dit heeft Marjan natuurlijk voor jou besteld. Oh, wat super lief. Maar ze wist dat jij dat wilde hebben. Ja, we gingen naar Sint-Bijenkoor winkelen. Kijk, en ik wist dat jij deze wilde hebben. Dat is echt heel... Dus daarom heb ik deze voor jou gehaald. Ik heb wel meer vertrouwen in dit. In dit, als ik eerlijk ben. Huh? Maar die heb jij net om. Huh? Is die van Nicky of niet? Nee, die heb ik voor jou gekocht. Huh? Sowieso in Marrakesh of niet? Nee, dit is een echte. Dit is een echte. Nee. Hey, hebben... Jij hebt er echt zo in om en ik zeg net nog tegen jou... Leuke tas! Maar ik heb echt... Voor die tas heb ik wel ziek lopen onderhandelen hoor. Dus, ja? Ja, ja. Dus wel een goede prijs. Ja, hij ziet er goed uit hè? Ja, dat sowieso. Maar super lief, dankjewel. 40% korting op die tas, of niet? Hé, hey, kleine man. Wat is hij, jongen? Hé. Hey. Hij weet niet wat hij wil. Wil hij nou lachen? Wil hij nou huilen? Nou, kijk, speentje. Speentje niet. Maar wel, dat is het serum. Ja. Zo, dames en heren. Ik zit heerlijk eventjes te wiegen hier op de wiegstoel van Marjan. Dit is echt zo'n chille stoel. Dit is altijd een stoel waar Marjan borstvoeding in geeft. En het is echt een gigantisch chille stoel. Dus heel erg blij dat we deze ooit hadden gekocht. Bedankt voor het kijken allemaal. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie morgen graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd... Dikke, vette, peace.